vind je natuurlijk niet overal in elke kern of dorp. Waar we hier zijn is eigenlijk tussen Sittard en de A2, dorpje Einighausen. Ja goed, en zo'n mooie aanrijlaan aan beide kanten eigenlijk toegang naar de woningen hierachter. Even de nieuwste, eigenlijk de nieuwste wijk van Einighausen. Met even de woningen die we gaan presenteren. Maar het eerste waar ik jullie even mee naartoe neem, dat is aan deze kant gelegen. En daarna gaan we terug, gaan we kijken naar de woning. Dus kijkt u even mee aan deze kant. Ja, want hoe fijn is het dat er bij zo'n woning in de buurt natuurlijk eigenlijk meteen zo'n speeltuin als hier ligt. Het is een prachtig, heel mooi groen begroeid stukje omgeving. Heel veel bomen, wandelpaadjes ertussendoor. Ja goed, en hier meer dan voldoende speeltoestellen. Mooi voorzien van kunstgrasmatten eronder en voor de kinderen om zich lekker uit te leven. Ja, en dan staan we hier dus bij de woning. Dit is woning nummer 57 die wij gaan aanbieden, Concordiastraat, Einighausen. En het mooie is dat groene van de voortuin, de eigenlijk hele laan aan de voorkant, wordt een beetje voortgezet in deze voortuin ook. Het ligt heel groen beschut. Het is een nieuwe wijk, nieuwste wijk van Einighausen, jong gebouwd. Ze zijn wat dat betreft volledig geïsoleerd, A-label, er zitten zonnepanelen op wat al in zicht zijn. En voor de rest is het eigenlijk gewoon een instapklare woning. Heel mooi ook van binnen. Ik hoop dat het gevoel van buiten al een beetje begint te landen. Maar laten we eens kijken hoe het binnen voelt. Dat kunnen we zo goed mogelijk op video proberen vast te leggen. Maar dat is toch natuurlijk altijd iets wat je zelf moet ervaren bij een bezichtiging ter plaatse. Het is in ieder geval een gevoel wat bij die verkopers altijd heel goed heeft gezeten. Het feit dat het een hele lichte uitstraling heeft, veel ook licht binnenkrijgt. Dat de zon eigenlijk over deze kant draait. Het is een moderne afgewerkte woning van onder tot boven. Jong zoals ik buiten al zei. Hier een hele moderne keuken aan deze kant. Ja, en het lekkere ook hier dit stukje naar buiten toe. We kijken er al een klein beetje over uit. Mooie tuin rondom het huis, vertel ik zo wat meer over. Kijk nog eventjes een klein beetje deze kant op, maar eerst gaan we even naar boven.
deze tweede verdieping, bovenverdieping. Het heeft opvallend voor dit type, want het komt niet veel voor. Aan beide kanten heeft het dakkapellen. Dus aan deze kant een bureaubestelling. Ook aan deze kant zit die mogelijkheid. Dus het is eigenlijk een volledig grote slaapkamer. Het zouden er meerdere kamers kunnen zijn. En hier heb je eigenlijk ook een heel leuk groen uitzicht naar de omgeving natuurlijk. Om buiten te komen wat verkopers onze zijde. Ze zeiden van hier is het heerlijk als het zomers is, als het warm is, maar zelfs als het net wat afkoelt, zit je hier onder die overkapping aan het huis vast nog heel mooi. En het fijne is, het was voor hun gevoel altijd een perfecte verhouding tuin. Je had mooi wat ruimte om het huis heen, aan die achterkant ook nog, qua achteringang. Ja goed, en een lekker stukje waar eigenlijk de hele dag de zon overheen draait, met heel veel privacy opvallend genoeg. Dit is wel een leuke tot besluit, een echte kersenboom. Dus ik pak er een kersje van. Ik zou zeggen, laten we samen maar eens proeven of dit smaakt en of het thuis bevalt. En dan zien we elkaar wellicht bij de bezichtigingen. Tot ziens.